Ik heb eigenlijk proberen te zeggen dat tolerantie is een begrip waar ik een beetje rebellerig van word. In de zin van, die bepaalt wie getolereerd wordt. Daarom heb ik het meer het Bijbelse, en ik weet niet hoe het in het Arabisch is, maar het Bijbelse woord verdraagzaamheid, waarin we elkaar kunnen dragen. En wat de religies, tenminste laat ik voor mijn eigen geloofsgemeenschap spreken, verwacht, is dat wij elkaar verdragen, dat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar dat we elkaar mee kunnen dragen. En dat is geen idealisme. Ik merk overigens, voor zover ik moslimfamilies ken, dat dat ja, toch veel meer een vanzelfsprekendheid is. En misschien hebben wij dat vroeger ook gehad. Het heeft met de samenleving te maken. Maar dat we, want verdragen is een langere periode. Is niet even en dan weer weg zijn. Dus wat dat betreft kunnen moslimgemeenschappen mij en vrienden mij nog een heleboel leren. En ook geloofsgenoten. Thema van de middag was tolerantie. Tolerantie gaat voor mij niet ver genoeg. Respect is eigenlijk het woord waarmee je religies, tradities, culturen met elkaar kunt laten spreken, over elkaar leren. En alleen als je over elkaar leert en actief bent daarin, kun je met elkaar verder ook een samenleving tot stand brengen. Met elkaar samenleven. Dus respect, leren over elkaar, dat is ongelooflijk belangrijk om met elkaar samen te leven. Reportage, akhbaruna jadiya.